En daar gaan we. Ja, hallo. Daar zijn we weer met de Best Social Podcast aflevering 20. Een soort jubileum. Ja, dit is de podcast in Nederland over social media. Gesprekken die je zelf in de kroeg zou kunnen voeren, maar dan zonder de dubbele tong. Met mijn lieve Cato Duivens gelukkig weer. Hallo jongens. En bravo Jasper Schilder. Hallo. We hebben het in ons hoofd gekregen om eindelijk de Cinnamon Challenge te gaan doen voor onze vaste luisteraars. Dat beloven we al sinds aflevering 1. En het moest er echt een keer van komen. En we dachten, één challenge is ook zo kaal. Dus we gaan er nog een paar doen. Ja. En dat is dan extra meta, want het is een podcast, dus je kunt het niet zien. Dus we zullen proberen te beschrijven hoe die challenges gaan. Maar deze podcast wordt ook voor het eerst helemaal opgenomen op video. Het zal blijken of dat allemaal gelukt is uiteindelijk. Maar we hebben de intentie dit ook online te plaatsen. Dus je kan het dan ook nog eventueel terugkijken. Het is wel mooi om de voor- en nabeelden naast elkaar te leggen, denk ik, einde podcast. Ja, nu nog heel fris. Straks alles helemaal opgeruimd. Bruin onder het kaneel. Oké, Jasper. Ja, om het nog mooier te maken hebben we twee mensen zo gek gekregen om mee te doen aan de challenges. Want wij dachten, we doen een oproep op Twitter. Of mensen met ons bij ons aan willen schuiven. En toen kwamen uit de bus rollen Wijnand en Daan. Welkom, heren. Hallo. Applaus alvast. Tuurlijk. Fantastisch dat jullie durven. Fijn dat jullie voor ons in de plaats de Cinnamon Challenge. Dus dat is het. om te beginnen, Daan. Je bent voor ons geen onbekende. Je was vorig jaar genomineerd als beste twitteraar. Ja, klopt. Ja. Je bent ook wel een Twitter-kanon die af en toe bij ons toch wel eens voorbij komt. Ze noemen me wel eens de shotgun. Ik schiet heel vaak en af en toe is er eentje raar. Ja, precies. Ja. Ja. Schieten met hagel, inderdaad. Wat is je handle voor de mensen thuis? Daan Jongen, gewoon. Ja, nou, dat valt me mee dat bij jou geen woordspeling is. Want dat hebben heel veel twitteraars wel, hè? Ja, beetje jammer. Beetje zonde. Had meer ingezeten, hè? Ja, zonde. Nee, misschien moet ik nog een sub-account gaan aanmaken. Ja. Daan Tongen. Ja, precies, ja. Voor als ik dronken ben met een dubbele tong. Ja. Ja, dat is niet in deze podcast. Oh, dat is wel. Dat is je andere. Ja, deze podcast is geen dubbele tong. Er staat bier op tafel. Dus. De pintkast. Precies. Ja, top. Hey, maar hoe zou jij jezelf omschrijven? Wat houdt je van de straat, Daan? Wat houdt mij van de straat? Momenteel werk ik bij 538. En daar maak ik video's voor verschillende YouTube-kanalen. Ook voor Radio 10 en Sky Radio met name. En ik doe ook nog wel eens aanschuiven bij 6 Insight. Als journalist nieuwe media. En dan klets ik over de dingen waar jullie ook wel eens over kletsen, volgens mij. Zeker waar, zeker waar. En aangezien het toch een challenges podcast is, ik zie in jouw Instagram stories heel vaak de Turkey Challenge. De Turkey Scare Prank Challenge. Kun je even uitleggen wat het is? Want het is mij ook niet. Het ziet er heel hysterisch uit, maar. Nee, ik heb één collegaatje, Vivian Raadjes heet zij. En zij schrikt heel snel. En dat vind ik heel leuk. Dat weet ik ook, dat zij heel snel schrikt. Dus wat ik dan doe, is dan ga ik achter haar staan en dan doe ik. En dan zit ze in het plafond. Ik had er gisteren nog één gedaan. En je ziet, ze verstijft helemaal. Het is fantastisch. Maar ook iedere keer weer gewoon. Iedere keer weer. Dus vandaag probeerde ze me terug te pakken. Had ze Sander Lantinga ingehuurd. Ja. En die heeft ook op haar Instagram gestaan. Ik heb hem ook even in mijn eigen story gegooid. Ik zal hem bewaren, maar hij was mislukt. Sander heeft zijn eigen vinger gekneusd en ik zat daar gewoon. Dus het was een zeer goede comeback. Maar hoe heeft hij zijn vinger gekneusd dan? Nou, hij deed een hond na, dus dat klopte al niet helemaal. En probeerde ze aan mijn zij te poken, maar volgens mij nam hij half de stoel mee. En ik hoorde hem al een soort van aankomen lopen. Dus nou ja, goed. Mission failed. Ja. Wat een heerlijk gevoel voor jou, Daan. Ja, ja. Ja, in die story hoor je ook, godverdomme, het is niet gelukt, kut Daan. Zo die frustratie. Dus dat, ja, lekker. Ik hoop dat de Cinnamon Challenge wel gaat lukken. Ja. Ik hoop het ook. Ik ben benieuwd wie van jullie het gaat doen ook. En de andere meneer aan tafel is Wijnand. Jij bent DJ bij 3FM. Klopt. En jij hebt je eigen papa-podcast, toch? Zeker. Ja, ja, samen met Barend van Delen van Radio 538. Wij hebben heel lang samen radio gemaakt op 3FM. Hij is naar 538 gegaan. Een tijdje niks samen gedaan. Wel beste vrienden, gewoon altijd gebleven. Hij werd voor de tweede keer vader, ik voor het eerst. En we dachten, oké, dit is de kans. We gaan een podcast samen beginnen. En gewoon praten over ons vaderschap, wat in aantocht was. Ja. En dat sloeg best wel goed aan. Heel veel luisteraars buiten de radioluisteraars om. En nog steeds, we gaan binnenkort aan een nieuw seizoen beginnen met allemaal gasten. Dus Simon Zeilemans van RTL, Luc Ikink van RTL, die schuiven aan QC binnenkort.
Dus allemaal nieuwe afleveringen, maar nu met vaders ook over hun eigen ervaringen. En dat is best wel, ja, dat is best wel tof eigenlijk. Ja. Ik vind podcasting, het is in heel veel gevallen best wel niche. Maar daardoor merk je dat luisteraars ook echt dedicated zijn. En nou ja, ook wachten op een nieuwe aflevering, commentaar geven. En nee, we hebben bijvoorbeeld al luisteraars die dan 5 weken in verwachting zijn, maar het aan niemand vertellen, behalve aan ons. Nee. Was ze dan toch al een soort van, ik luister, maar wij verwachten ook een kindje. Ik heb het dan aan niemand verteld, maar ik wilde toch even mededelen. Ja, dat is echt super als je zoiets op kan zetten. Ja, absoluut. En dus je merkt meer impact soms bij de podcast dan bij 3FM? Of zeker. Meer, maar anders. Ja, anders. Omdat mensen gewoon veel meer dedicated luisteren. Ze zetten hem echt aan om te luisteren wat je belevenissen zijn. Ja. En ja, het is ook een heel gemêleerd gezelschap. We hebben ook veel vrouwen die luisteren. Al is het alleen voor vaders gemaakt. Verloskundigen die zeggen van, hey, ik heb het gehoord en we nemen het mee in de praktijk. Wow, wat leuk. Omdat het er gewoon nog niet is. En dat is het leuke aan podcasting. Je komt op plekken waar, nou ja, in dit geval een papa-podcast nog nooit is geweest. En waar je mensen van iets voor ziet wat er ook nog niet was. Dus het is een soort van onontgonnen gebied. En daar kom je in één keer. Het is één groot avontuur. Wow, mooi. Leuk dat het zoveel... Ja, wij hebben ook veel leuke reacties altijd. Daar komt En dat zeggen wij ook wel eens tegen elkaar. Dat wij er best wel van staan te kijken. Het is iets anders dan de tv aanzetten of de radio aanzetten. Dat mensen er bewust voor kiezen om 1,5 uur naar jou te gaan luisteren. Ja. In jouw oor, wanneer komt dat nog voor? Wat is nou het moeilijkste onderwerp dat je daar besproken hebt? Het moeilijkste onderwerp... nou ja, om een voorbeeld te geven. Mijn vriendin heeft best wel zware aanloop naar de bevalling toe gehad. Die heeft een bepaalde aandoening gekregen waar ze zelf niks aan kon doen, maar waardoor de baby wel in gevaar zou komen. En toen hebben we er toch voor gekozen om een week voor de bevalling samen, Baart en ik, een podcast op te nemen. En we hadden wel de afspraak van we delen dit, maar het gaat alleen online als de bevalling ook goed gegaan is. En in diezelfde aflevering heeft Baren bijvoorbeeld ook verteld over de relatie met zijn pasgeboren kindje. Hij had al een zoontje en hij is echt 2 handen op 1 buik met dat zoontje. En er kwam er een keer een nieuw jochie bij. Hoe ga je daar dan mee om? En hij vertelde bijvoorbeeld dat het best wel lastig was, dat hij nog helemaal geen connectie voelde. Dus die gesprekken gaan best wel diep. En wij zijn gewend om daar als vrienden, als radiomakers best wel open over te zijn. Achteraf hoorden we van onze dames dat ze dat niet helemaal gewaardeerd hadden. Of best wel lastig vonden in ieder geval dat we daar zo open en eerlijk over waren. Dus ja, het is wel. Je bent heel kwetsbaar, maar het is echt het is superleuk. Ja. Well, mooi. Wat is je Twitter-handel? @Wijnand3FM met een lange I en een D. Ook helemaal niet origineel, maar goed. Koen had vroeger Koen3FM, Koen Zwijnenberg, Giel3FM. Ja. Dus dan deed je dat maar. Ja. Wat wordt jouw volgende? Iets met Talpa, denk ik dan maar. Gaan we heel breed zitten. NPO net zo makkelijk. Ja. Geniepige vraag. Ja, slim. Zal ik naar de recensies en de reacties die we hebben gegeven? De impact die we gemaakt hebben op de podcast. Ja, mooi. Nou, dat was echt niet normaal sick. We zijn genoemd in een blog van de Glamour. Die noemde ons een van de allerleukste podcasts van het moment in een lijstje van 6 andere podcasts. Trots. En echt trots. En bedankt Glamour daarvoor. En verder kregen we nog een tip van Thijs van der Reep. Die vroeg of we eens een podcast wilden maken over of met een non-profit organisatie. Zoals een gemeente, onderwijs of NGO's. Pijnt er niet over. Sorry Thijs, dat gaat hem niet worden. Fucking way. Nee, maar dat vind ik serieus leuk om eens in een redactievergadering mee te nemen. Laten we het daar een keer over hebben. Toch, jongens? Zeker. Ja. We willen misschien iets met de politie. Precies. Dat zou leuk zijn, maar er zijn heel veel leuke... Ellie Lust. Niet meer politie. Nee, klopt. Nee. Maar toch kun je met haar wel een podcast volgen over politie en social media. Ja. Dat is een goede combi. Ja. We hebben bij de awards categorie beste bericht van de overheid... En er zit heel veel leuks tussen, ze zouden wel een keer over door kunnen praten. Ja, politie gebruikt heel veel social media op heel veel verschillende manieren. Ja. De lokale wijkagenten, maar zelfs de traumahelikopter of de politiehelikopter heeft een eigen account. Ja. En brandweer met livestreams in een auto en zo, dat is allemaal super tof. Mm. En we kregen nog een iTunes review van Nien vindt het leuk. Nou, ze vond het eigenlijk niet zo leuk. Nee, ze vond het heel leuk. Ik zal het even voorlezen. Echt een hele chille podcast met leuke sprekers. Vooral die met zeikschrift was heel diepgaand en interessant. Waar ik me wel dood aan erger is dat Diederik mensen niet laat uitpraten. En het vervolgens ook niet accepteert als er iemand door hem heen praat. Op zich is de charme van een podcast natuurlijk dat het een gesprek lijkt. Maar ik vind het toch asociaal tegenover je gasten om ze niet uit te laten praten. Ja, ik voel me een beetje de Margriet van der Linden van de podcast. Ja, ik ben het helemaal mee eens. Dat is een beetje het probleem. Dus we hadden ook zeikschrift geluisterd. Toen hadden we het net daarvoor, had ik tegen Cato in het Vondelpark, we namen daar op, gezegd van... Je moet me echt
echt tegenhouden als ik weer helemaal in zo'n emotionele rant beland en niemand meer uit laat praten. Maar dat was niet gelukt. Wat zei je? Oh, pas jij. Ik ook gewoon enthousiasme toch? Ja, maar ik storm er zelf ook aan. Dus okay. Ik snap dat de luisteraars zich daar aan storten. Dus mijn excuses daarvoor, dat ten eerste. En ik doe heel erg mijn best om netjes mensen te laten uitpraten. En soms lukt het niet. En sorry daarvoor. Want ik vind deze klacht heel terecht. En ik vind het gewoon heel lastig. Ik leer er ook van. En we hebben bij de podcast van Peter Nauts hebben Jasper en ik er echt samen nog beter op gelet. Dus dat was die nazijkschrift. Dus ik hoop dat Nien vindt het leuk. Het nog leuker vond bij de podcast van Peter Nauts. En hopelijk deze ook. Ja. En je was nog zelf iemand, dat vertelde je ook, over een concert. Dat je iemand tegen was gekomen. Ja, en ik was Annemarie tegengekomen in een... het was een dragshow. Oh. Ja, het was een Twisted Circus 2... waar alle grootste drag queens van RuPaul's Drag Race kwamen optreden. En eerst sprak ze me erop aan dat ik deed op mijn telefoon zat. En dat ik het niet leuk vond. Ik had blijkbaar een beetje een zure bek. Het was ook wel een beetje zo. Terwijl drag queens toch echt wel... Ja, maar het was echt wel een beetje een rommeltje. Okay. Echt heel slecht geproduceerd. Het stoorde me echt. En later werd het heel leuk. Net in toen die goede vibe begon, toen sprak ze me aan. En toen zei ze, ja, je kent me niet, maar ik ken je wel. En ik ben Annemarie en ik ben een groot fan van je podcast. En toen zei ik, wat kan ik iets zeggen? Of heb je feedback? Ze zei, nee, shout-out. Dus dit is een shout-out naar Annemarie. En ik vond het uiteindelijk een hele leuke show, Annemarie. Fijn. Dus ik was niet meer zuur. Het tweede deel was heel leuk. Dat is goed. Nou, wil je nou ook een shout-out in de volgende podcast? Dan kun je een bericht achterlaten op onze leuke werktelefoon. Dat is namelijk 06-2399-2158. Of je kunt een recensie achterlaten op iTunes. En je mag ook een voice memo inspreken. Zeker. Of je spreekt me aan tijdens concerten. Ja. Of drag queen shows. Of drag queen. Sorry, ja, het was natuurlijk gek concert. Er werd echt niet gezongen, hoor. Oké. Nou, laten we eens een beetje gaan beginnen aan waar veel mensen ook voor aan het luisteren zijn. De challenges. Om te beginnen. Zeker de meest genoemde, meest ingezonden is de Cinnamon Challenge. En laten we ook even vooropstellen dat die Cinnamon Challenge een kleine achtergrond heeft in onze podcast. En dat is in seizoen 1. Dus ik ga nou even iets afspelen en dat zou het hele plaatje moeten schetsen. Ja, komt uit aflevering 1 zelfs. Ja, met Lise Korpershoek, ja. 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 Heb je dit tot het einde geluisterd? Applaus. Applaus in ieder geval. En wil je, bewijs dat aan ons, stuur dan het woordje, wat was het ook alweer? Stroopwafel? Nee, kaneel, de challenge? Cinnamon challenge. Want nou ja, als we hoeveel cinnamon challenges binnenkrijgen, doen we het. Ja, goeie. Normaal heel Lise mag het bepalen. Hoeveel cinnamon challenges, mailtjes of berichtjes moeten we krijgen voordat we het doen? Ja, wel even een beetje hoog inzetten. Ja. 100. Oké, hoger zegt. Hoger. Nee, maar ze heeft 100 gezegd. Nee, ja. we doen 100. We doen met 100 op de Cinnamon Challenge. Dan, aan tafel. Nee, ik vind wel alle drie, zeker. Alle drie aan tafel, proesten in die oren. Oh, ik zie het voor me. Fluiten was het toch? Wat moet je doen? Ik weet het niet meer. Nee, dat is met de beschuit. Volgens mij moet je het gewoon doorslikken. Oh. Gewoon een lepel met kaneel doorslikken. Kaneel, dat is volgens mij de Cinnamon Challenge. Dat is het hele fijne filmpje van dat meisje. Dit wordt lachen. Heel fijn filmpje, dat zullen we in de show notes zetten. Oh, ja! Super fijn. Dat zie ik mezelf al doen. Nou, volgens mij is het duidelijk, toch? Ja. Ook echt dat filmpje wat we nog 10 keer aanhalen. Ja. Ik vind het vooral mooi dat jij zo'n grote mond had. Maar de 100 werd genoemd door Lise Korpershoek, toch? Dus die moeten we bedanken. En is de 100 gehaald? De 100 is inmiddels al gehaald. Ik word net gebeld, mijn kat is aangereden. Ik moet wat geld in de doen. Waar sta ik geparkeerd dan? Ja, hiervoor met de fiets. Maar wacht even hoor, want... Jij gaat eerst. Okay. Nee. We hebben dus ook een oproep gedaan aan onze volgers voor nog meer input, zodat we nog meer challenges kunnen doen via Instagram en Twitter. En Daan heeft erin meegenomen. Geïntroduceerd, daar komen we later ook op terug. Ik ga er een paar voorlezen die niet door onze kritische selectieproces zijn gekomen. Ook deels omdat we gewoon op de stoel willen blijven zitten terwijl we het doen. Dus, degene die het niet hebben gehaald, een dag van kleding ruilen. Nou, als wij zouden switchen, die zou het grappig zijn, maar het is niet echt podcastmateriaal. Of wij, Jasper. Ja, nee, ook, is ook zo. Een nobele challenge, maak een stukje natuur vuilnisvrij van de trashtag challenge laatst. Laat je Instagram geloven dat je verhuisd bent. Die vind ik wel best vet. Nice. Onthouden. We hebben ook een experiment gedaan op Instagram voor de podcast.
Ja, dus die is wel in dit straatje. Heel de dag aan elkaar geboeid zijn. Vind ik ook een beetje een radio-dj-opdracht. Is ook al zoveel gedaan. Het is een YouTube-format ook, hè? Ja. Concentrate. Boeiend. Ja, juist. En je weet wat er van komt, hè? Gaat een hele hoop van kapot. Bij Mattie. Ja, precies. Ja. Ja. Niks aan geloven. Wel boeiende content dan. Ja, zeker. Ik voelde me eigenlijk... Poetje af. Ja, sorry. Hij valt. Oh, de stand van de ibuprofen. De Unicorn Challenge gaan we ook niet doen. Vind ik wel grappig. Ik heb het op moeten zoeken. Ik weet niet of iemand dat weet. Wat de Unicorn Challenge is. Ja, dat is met eitjes, toch? Ja, dat je dus eigenlijk een ijsje bestelt bij de Italiaan. Heb je hem besteld. En of niet Italiaan, maar gewoon McDonald's. Nou, daar zag je het heel veel. Ja, met precies. Van die kids die dan McDonald's... No spom. Krijg je ook weer problemen mee. Want dat is voedselverkwistingen. Ik zag op TikTok ook een nieuwe challenge. Dat je dus een ijsje bestelt. En dat je dan aangereikt krijgt en dat je dan bij het bolletje pakt. En dan zie je dus die medewerker van die guy, die zit echt te kijken van... Wat, er zijn gewoon drie mensen achter elkaar die dat doen. Die ziet die guy echt... Wat gebeurt hier? Heb ik gedronken? Doe eens fout? Ja, prachtig. De Hot Wings Challenge werd ook genoemd. Hoe heb je dat? Zelf van tafel geveegd. Hele hete kip eten. Hot Wings Challenge. Lijkt me prettiger dan kaneel. Ja. Jasper, leuke selectie. Nobody said it was easy. En Oksels waxen vonden we ook een beetje bont. Is dat überhaupt een officiële challenge? Nee, het is geen officiële challenge. Denk ik. De armpit wax challenge. Ja, is het toch meer nu een challenge om het niet te waxen als vrouw? Nou, zo nou niet een challenge. Is dat een challenge? Dat is toch een social media ding van Cloise? Ja, van Cloise. Okay. Van Cloise. Dus, nou. Maar laten we beginnen met... ben je klaar, Jasper? Ja, joh. Mag ik? Uitgeraten. Laten we beginnen met de Cinnamon Challenge. Ik heb het gegoogeld en ik wil jullie niet bang maken. Maar ik zal even... Als je bij de dokter komt en hij zegt als eerst dit. Ik zal even voorlezen wat ik vond. Het doorslikken van kaneel kan leiden tot... ernstige ademhalingsproblemen, verstikking, astma-aanvallen, longontsteking, zelfs een klaplong. Veel voorkomende verschijnselen zijn hoesten, bloedneuzen, een brandende keel en overgeven. Dus we hebben Emma's hier, guys. Hier is het teltje. Ik ga oprecht wel mijn nieuwe witte schoenen uitdoen zo meteen. Maar naar aanleiding hiervan, we hebben ook een dokter even benaderd om even serieus te vragen... Wat zeg jij daarover? En dat is Amir, dankjewel Amir. Hij zei, om kort antwoord te geven op je vraag... ja, het kan gevaarlijk zijn. Maar uiteindelijk is alles potentieel gevaarlijk. Als je 6 liter water drinkt, kan je er ook aan overlijden. Ja, top argument. Kaneel droogt de keel uit, geeft een branderig gevoel in de mond... met hoesten, misselijkheid en braken wat erbij kan komen. Als je het inhaleert, kan het ontstekingen in de longen geven. En dan zijn vooral mensen met een voorgeschiedenis... met bepaalde ziektes die gevaar kunnen lopen. Bijvoorbeeld astma of allergie... Maar vooral als het in de long komt, geeft het problemen. Het lost namelijk niet op. Dus logischwijs hadden wij ook wel een beetje bij de redactie vergaan. Oké, laten we het wel gewoon... Laat het wel gewoon doen. Dokter zegt, het lijkt me een slecht idee. Bedankt, maar we doen het toch. Nee, maar het is eigenlijk niet water is ook niet goed voor je. Nee. Ja, precies. Web WhatsApp. Het is eigen risico. We hebben, denk ik, 2 soorten lepels, Jasper. Ja, maar laten we niet te erg eigen risico, natuurlijk. Maar we dachten ook van, we gaan allemaal geen huge-ass lepels zoals we bij die challenges doen. Dus iedereen... Gewoon even klein een beginnen. Beetje als het, letterlijk proeven van de challenge. Als iemand gewoon klein begint en het valt heel erg mee... Ja, dan kan Daan nog een keer met de grote. Ja, Daan met de grote. En dan liggen jullie te stikken en dan ga ik naar huis. Wel, mooie content. Ja. Maar doorslikken, je zal het ook uit je bak... Maar ja, moet je het doorslikken of niet? Ja, hoeft niet. Je ziet alleen maar die mensen zo proesten met al dat kaneel wat eruit komt. En ik zie wel maar 2... Kijk, misschien zouden we zo'n bakje PP moeten hebben. Maar, of moet dat bakje doorgeven? Dit kan sowieso niet. Dit zijn toch geen dit zijn geen emmers. Dit zijn een soort van vrouwschaaltjes. Jongens, ik bedoel, je moet zo'n kommetje, die witte, dat je zo hebben om het uit te spugen. Voor de mensen thuis, er is dus video als je wil weten hoe dat kommetje eruit ziet. Ja. En er zijn straks bruine microfoons, denk ik. Ja. Volkert. Sorry, Volkert. Oké, wie wil er wel een klein theelepeltje even voorproeven? Kom maar. Ja, okay. Ben ik er vanaf. Wijnand wil graag. Oeh, heel eager. Maar, ja. Of ze beginnen met de grote. Maar ga je slikken of niet? That's precies. That's what she said. Ik denk jij maakt hem wel. Ja. Ik dacht hem toen ik hem vroeg, Oké. Voor de duidelijkheid, voor de luisteraars. Ik heb gewoon een theelepeltje. Dat en, was geen trillend handje, toch? Nee, dat was... Gelukkig. Even een beetje poeien weg.
Hey, maar dit doe ik over mijn lumpia, zeg maar zo. Dat mag gewoon een beetje meer. Oh, nou, jij bent die stoker. Ga nou niet aflopen. Ja, ik weet dat ik straks toch de lul ben met die grote. Ik ben echt een beetje nerveus. Gewoon slikken dan? Dit kan niet. Dit kan geen kwaad. Dit doe ik over mijn pannenkoek. Doe het in je mond. Doe het gewoon in je mond. Maar volgens mij gaat het al, als je het in je mond doet, gaat het al ontploffen. Ja, dat is het al. Oké, Wijnand twijfelt. Ik zal even de audio erbij doen. Oh, volgens mij is het te doen. Hij houdt het nog binnen. Volgens mij geniet hij ervan. Maar wel met een beetje een bruin mondje. Hij probeert te praten, maar er komen wolkjes uit. Er komen wolkjes kaneel uit. Ik kan helemaal flikken. Hij kan er niet slikken. Wil je een bakje? En... Oh, super. Wat is in een bakje? Oh, het brandt ook een beetje in je bek. Oh, wat verschrikkelijk. Sorry, maar volgens mij moet je het dus niet inslikken, want anders dan lost het nooit meer op in je longen. Nou, nee, als je slikt, komt het niet in je longen. Nee. Als je verkeerd inhaleert, kan het in je longen komen. Is het... De hele mond gaat gewoon op slot. Ja, echt? Oh, dat is wel interessant. Dat vind ik ook. Kan heel vervelend zijn. Oei, oei, oei. Gaat het bijna? Een beetje dralende ogen. Ja, het is een heel raar gevoel. Het is best wel een lijpe ervaring. Ik zou met twee lepeltjes proberen, daar, met je grote bek. Je net op de puzzeltje. Nee, ja, je mond gaat gewoon op zo. Je kan niet meer. Ik moet even disclosure. Ik heb dus heel erg last van mijn rug. Dus ik zit er een beetje invalide bij. Is dat erg om te zeggen? Is dat woke om invalide te zeggen? Ja, ik zit er een beetje genderfluid. Ik zit er vrij genderfluid bij. Maar dat zit ik überhaupt wel vaak. Maar ik kan dus niet zo goed hardop lachen. Want het is heel erg pijn in mijn onderrug. Niet lachen. Dus ik heb er ook een soort tranen van pijn en huilen bij. Dus als ik heel heftig lijkt te reageren, is dat ook een beetje op mijn onderrug pijn als ik lach. Ik weet niet of ik nog een grote lepel ga nemen. Wacht even, gaan we het nou echt allemaal om zijn beurt doen of gaan we maar hoorde je wat Wijnand zei? Ik weet niet of ik een grote lepel ga nemen hierna. Gaan we nog een ronde? Nou ja, Wijnand, tot nu toe nog de grootste speler van ons allemaal. Applaus voor Wijnand. Hey, lekker gedaan. Dankjewel. Jij hoeft niet meer, Jas. Wijnand, daarom al. Ik vind het wel echt wel apart dat eerst onze gasten gaan. Ja, ik wil wel laten goed kijken. Ja, ik zit nou inderdaad. Anders gaan we allemaal elkaar aankijken. Gewoon doorgeven en gaan met de ding. Oh my god. Ja, maar ik wil wel een bakje hebben om het uit te kotsen. Ja, we hebben allemaal wel een bakje nodig, zou ik zeggen. Nou, doen jullie twee dan? Ja. Ik wil graag een lepel, maar dan doe ik gewoon een klein. Nee, maar Taco, wij gaan nou ook. Wij gaan ja, nou maar ook. Liefje, we hebben geen bakje. Ja, maar dan geef ze de bakje toch even al door. Jasper, noem mijn Taco. Nummer twee. Of jullie delen een bakje. Je neemt wel minder dan ik. Daan en ik een bakje. Hier heeft de luisteraar niks aan, jongens. Kom op, we gaan door. Mag ik een lepel? Ja, zeker. Dan ga ik het gewoon even doen met Daan. En dan ja. Top. Wij gaan een hapje kaneel nemen. Zet hem op, jongens. Echt zin in. Was dit het ongeveer? Ik vind het best wel veel. Nou, ik had echt wel iets meer. Ik ben heel klein. Ik ben heel klein. Ja, maar man van 2 meter. Is niet lekker met mijn onderrug. Dus ja, met je onderrug. Ja. Ja, dan gaan we. 3, 2, 1. De blik van Daan, prachtig. Je moet het zo lang mogelijk in je mond houden, volgens mij. Want als je het te vroeg... Het tongetje van Diet. Ah, je had zo'n mooie witte trui aan. Dit zijn hele ongemakkelijke beelden, mensen. Nee, wel echt schoon, Daan. Jij hebt het echt knap gedaan. Ben je hebt het thuis gewend? 5 keer geoefend. Slik je vaker. Ik elke ochtend voor tanden. Ah. Maar wat is dat snoepje ook alweer met kaneel? De kaneelstof? Ja, de kaneelstof. Oh, wat kut van mijn trui. Nou ja, oké. Het is best wel lekker. Ik vind het ook wel lekker. Ik hou heel erg van kaneel. Ik raakte echt van paniek door dat Amir's berichten en maar, die Wikipedia. Ja, maar zij doen het misschien dat ik en ik maar wacht, moeten gaan. Toen ik voelde dat het in mijn luchtwegen ging, toen raakte ik echt in paniek. Toen ik snel iets drinken. Ja, het zit nu dus wel maar een beetje in mijn luchtwegen. Je voelt zeg maar dat je hele mond is een soort van alsof je cement hebt gehad en dat het aan het uitharden is. Ja. In één keer zo. Je voelt dat het alle vocht wegtrekt. Ik zei toch, je mond blokkeert. Alsof die helemaal samen is een goede omschrijving. Nou, jongens, vrouw, kom maar door. Die vrouw die is ook een bakje. Zullen wij het spuugbakje delen? Ja, oh, ik heb daar zo respect voor inmiddels. Dat is echt verschrikkelijk. Mag ik? Doe dit niet thuis. Oh, maar echt niet, doe het echt niet thuis. Behalve als je of met chilipoeder, dat zou ook leuk zijn. Kato zit nu aan het kommetje te kijken waar wij net allemaal onze restjes in gedeeld hebben. Geef hem dan zo snel mogelijk door. Geef hem door, dan kun je hem tegelijkertijd innemen. Oké, voor de mensen thuis die meekijken... Als mensen niet wisten dat dit kaneel zou zijn. Zullen we straks strootje trekken voor wie de rest van de beker moet? Ja. Maar ik ben ook verkouden. Ik hoop niet dat ik helemaal dicht ga zitten, maar het wordt leuk. Ik denk dat ik juist alles wegtrekt. Jasper bereidde zich nu voor op een dood. Ja, dit is het ongeveer. Ja. Ja.
Oké. Okay. 3, 2, 1. En lekker die tong er tegenaan. Jasper heeft een soort vaper nu. Drink wat, Kato. Kato, drink wat. Kato. Jasper, ja, maar je kan gewoon praten. Oh. Ja, maar, oh, het zit op je hoofd. Oh my god, het zit op je hoofd. Je bent sproetjes. Oh, Kato, je bent zo'n Pippi Langkous ben je geworden nu. Oh my god. Jasper gaat niet lekker, jongens. Jasper gaat niet lekker. Kan iemand een dokter... Jongens, jongens. Oh, okay. Hebben jullie een defibrillator hier, jongens? Oh. Holy fuck, wat een kutgevoel. Oh, helemaal vast, inderdaad. Ja. Oh. Nou, weet je waar het naar Kato smaakt? Echt je hele hoofd zit onder de kaneel. Ja, maakt me het smaakt naar fireballs. Ja. Wie kent dit van vroeger? Ja, 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 ja. Dat bedoel ik niet, een kaneelstokje. Ja. Fireballs. Daar was ik wel echt dol op. Ik vind het wel heel lekker. Ik vind het serieus heel lekker. Ik vind ook nu de smaak heel lekker. Oh, echt alsof je bek compleet uitdroogt in 1 fucking seconde. Zeg maar. Ja. Zoals iets instant kan bevriezen, dan je mond gewoon helemaal droog. Maar jij gooide ook een soort van draak van aan een vaper zo erachteruit. Ja. Nou, ik vond het heel erg... Pokémon aanval. Nou, Kato, je zou jezelf terug moeten zien. Jij spuugde echt heel veel wolkjes kaneel. En nu zit je hele hoofd onder het kaneel. Ja, ik vind het wel een mooi moment. Het voelt toch ook echt als een afgesloten hoofdstuk. Ja. Dat we na 20 afleveringen erop zitten. Als jullie nou willen dat we een pollepel doen... 1000 keer... Dan moeten ze eerst... Nee, ik ga echt per persoon. Dat gaat gebeuren. Nee, ik ga het niet doen. Oh, mijn god. Ja, okay. Kato... Nou, beautiful. Hey, zullen we even genieten van het moment en dan doorgaan om het tempo erin te houden? Ja, nee, we gaan door. Ja, ik wil ook wel wat eten trouwens. Dus, ja, waar gaan we... Oh ja, de volgende is heel leuk. Dat was een filmpje waar ik zelf heel hard om heb gelachen. Namelijk... de plakjes kaas die gegooid werden op katten en baby's. Oh ja, die is fantastisch. Ja, dat was zeg maar, ik weet niet door welke oorsprong... maar er waren opeens allemaal filmpjes met baby's... waar dan een plakje cheddar, zo'n vierkant plakkerig plakje... op werd gegooid vanaf een afstandje. En die baby's keken gewoon heel lief en onbenullig nog zo van... wat gebeurt er nou? En dat gaan wij nu doen. Kijken of het echt blijft plakken, toch Jasper? Dus de challenge is, blijft het plakken. Want de challenge is niet mensen verrassen, want iedereen weet het. En die baby's kijken inderdaad heel schil. Maar ik zag er ook een met een stukje kaneel. Wat we kunnen doen, is dat iedereen zijn ogen dicht houdt. En dat het toch nog een verrassing is of jij hem krijgt of niet. Of je krijgt ook. Nou... Maar inderdaad, maar er ging dus een guy die gooide een plakje kaas op zijn kleine broertje, op zusje. En hij ging er helemaal viral mee op Twitter met dat filmpje. En zo is die trend ontstaan dat iedereen dat ging doen. Ook heel veel verontwaardiging van ouders. Tuurlijk. Van dat doe je toen niet en zielig, et cetera. Terwijl Jasper de kaas uitpakt en ik je niet laat uitpraten. Maar niet uit. Is het ook misschien leuk, wat zijn jullie favoriete challenges überhaupt? Wat zijn de oudste challenges die je kan herinneren? Oeh. Je hebt Ice Bucket natuurlijk. Ice Bucket is wel de eerste die echt goed vuil ging. Wat een planking natuurlijk. Ja. Planking, ja. De Kiki Challenge, die heeft op een gegeven moment... omdat het gewoon uit de hand liep... en wat daar allemaal wel niet over gezegd werd. Oh, met de auto. Ja. Oh ja, met dat dansje naast de auto. Ja. Internet, hè? En bestonden er ook challenges voor social media? Goed gegooid, Jasper. Hier is het gezicht. Challenges, maar ik moet dan denken aan kettingbrieven of zo... op MSN of zo, weet je, dat je het moest doorsturen... anders had je 7 jaar ongeluk of zo, weet je. Ja. Ook een beetje als een challenge. Want je moest het naar 7 mensen doorsturen. Heel eng, vond ik dat. Offline viral gaan was dat. En het bizarre, of eigenlijk bijzondere... als het dan een serieus een noot mag toevoegen aan een challenge, is dat op een gegeven moment zie je, mensen vinden het leuk en dan staat er op socials een groep op die zegt, ja, maar eigenlijk kan dit helemaal niet. Of dit mag je eigenlijk helemaal niet doen. Of het is niet verantwoord. Het is niet verantwoord. Hè? Dus die tweedeling... Maar bij welke heb je dat gezien? Maar bijvoorbeeld Snowface Challenge cinnamon. Kan je niet echt cinnamon. Nee, maar bijvoorbeeld ook bij de Kiki Challenge. Hè? Dat was dan super gevaarlijk. Ja, op de weg. Even bijpraten wat het was. Dat was dat liedje. Oh, sorry. Ja, dat maakt niet uit. Je had een track van Drake en dan hoor je... Kiki, do you love me? En het ding was dan dat je naast je auto moest gaan lopen. Oh, dus je ging uit je auto, je zet hem in zijn vrij... Ja. En dan bleef je ernaast lopen. Ja, of de Bird Box Challenge. Ja. Bird Box Challenge. Ja, dat was echt zo dom. Er zijn dus mensen die dan geblinddoekt gingen rijden... en ongelukken veroorzaakten. Ja. En dat dan echt de politie met een official statement... Vreselijk. Mensen moet waarschuwen om het niet te doen. Zeg. Ja. Om niet met een blinddoek de weg op te lopen. Precies. Ja. Even huishoudelijke mening. Mijn maag brandt. Oh ja? Ja, zolang dat je longen niet zijn, is er niks aan de hand. Zit je rug niet brandt? Nou, je neus bloedt niet. Ik heb net wel een halve kaneelstok in de microfoon gehoest weer. Dus. ik leef nog, hoor. Jullie zijn echt aanstellers. Jasper, kun je ons even leiden qua... Nou, inderdaad, iedereen zelf uitpakken. Kijk, we kunnen of allemaal iemand uitkiezen die hem gooit... Of we gaan om zijn beurt... Mag je gewoon random een cadeau gooien? Je hebt het
wel mij gemunt, hè? Ja, maar ik zit naast jou, dus dat is net zo makkelijk. Dat vind ik ook wel leuk. De rechterkant zit nu onder de kaneel. Kunnen jullie niet op mij gooien om af te straffen voor het door elkaar heen praten? Nou, prima. Oké. Om eens de beurt of tegelijk? Met mijn ogen dicht? Of is het leuker als mijn ogen open? Ja, dat mag je helemaal zelf weten, Diet. Oké. Ik denk wel tegelijk, of niet? Ja. Tegelijk, maar dan is het verstoot je ook. Baal echt als ik het niet goed doe ook. Ik heb nog één boodschap. Even kijken. Boodschap! Yeah. Eeuwkaas? Sorry. Ja. Ik ben ook een klant. Ik ben ook een klant. Eeuwkaas. Oké, we gaan dus allemaal tegelijk. Maar nee, laten we even voor één en kijken welke blijft hangen. Oké, okay, ja, maar dat, en ik doe het ook op mezelf dan. Ja, maar eerst op nee, mezelf. Dat heeft geen nut. Dat is de challenge niet. Oh. Oké, die was mis. Wijnand gooide in ieder geval ter hoogte van de schouder. Oh, shit. Wel op je voorhoofd, maar hij... Dit was op mijn voorhoofd, maar bleef niet pakken, die van Kato. Ik heb nog een klein restje tussendoor. Een klein stukje van Wijnand, die probeert niet in mijn oog. Sorry. Heel hard op je neus. Komt enige frustratie vrij. Echt, om de tafel lopen voor een goede spot. Nou, waarom doet hij dit niet? Kom op, Daan, alles is op jou. Daan gooit hem er sierlijk overheen. Ja, ik wil toch... Doe het zelf maar, jongens. Nee, blijf niet plakken. Nee, maar je moet hem echt... Jongens, dit is best wel een voedselvergiftiging. We gaan straks alle plakjes lekker op tosti's doen. Ja, en, nee, zeker. Het is best wel een klote challenge, want je moet hem volgens mij echt op jezelf plakken. Nee, wil ik snap nou waarom ze het alleen maar beter. Maar hoe deden ze? Ik denk dat ze die baby gewoon eerst seconden lijn ligt. Oh ja, hij blijft nu aan mijn wangen. Jawel, die baby ligt en het valt dan zo op het zo hoofd. Mag ik wacht, Daan. Ga eens gewoon liggen. Ik heb korfbal gezeten. Eén, twee. En hey, je moet op het voorhoofd mikken. Doe nog eens. Je moet wel in de microfoon blijven praten, gok. Oké, ik ga nu op het voorhoofd mikken vandaan. Ja. Ja! Nog één gewoon. Beleg die daar. Kan je een foto maken? Ik wil kaas. Zit nu vol. Ik wil kaas. Hier heb je kaas. Ik ben ook een klant. Okay. Nou, het is toch nog een succes geworden. Ik ben ook een klant. Okay. Nou, laten zitten. Ik heb Camille ook laten zitten. Dus, nou, dat is voor de leukste. Ik denk dat deze wel hiermee afgesloten is. Wat is tot nu toe de leukste challenge? Wat staat op 1? Ik vond kaneel wel... tot dusver, want deze werkt gewoon bijna niet. Ik blijf er ranken. Lijkt me vooral leuk als ik straks moet uitleggen dat mijn voorhoofd naar kaas ruikt. Overigens was deze ingestuurd door Lisa van Tichelen. Dat mag ook. Daar haal je er toevallig. Met een heel mooi mandje. Met een heel mooi mandje. Dus deze challenge kon een stuk korter. Voor de mensen thuis super interessant. Nou, ik heb nou... naar de volgende is de Mouthguard Challenge. Zegt iemand dat iets? Ja, zeker. Ingestuurd door Sirsa.v. Ja. Wil je haar volgen? Dan kan dat op Instagram, denk ik. Zeker. Xirsa.v doet ons dit aan. Daan, jij denkt het te weten. Proberen ze enige uitleg te geven. Ja, die Mouthguard Challenge, dan krijg je zo'n apparaat in je mond. Dat is eigenlijk zo'n soort eendenbek die normaal gesproken de gynaecoloog gebruikt. Maar dan doe je hem in je mond en dan moet je proberen te praten. Oh, ik dacht dat je anus, maar dat is denk ik de homo. Nee, dat is alleen in het weekend. Oh my god. Ik had dit Deze zijn van de kringloopwinkel, toch? Ja. Twee dan. Oh, ik was al bang dat we er maar één hadden. Ja. We zijn alleen van de peuterspeelzaal. Nee. Maar wacht even, mijn mond heeft niet deze vorm. Hoe doen jullie dit? Je hebt van die flapjes aan de achterkant. Die moeten aan de achterkant. En die gaan achter je wangen. Dus, ja, dus je drukt dat halve maandje druk je in. Oh my god. En dan krijg je dat je tegen het gaat één keer. We doen ze nog even niet in... Het is een beetje Daan en Wijnand hebben ze wel alvast in. Oké, vertel Jasper. Dus Daan en Wijnand die hebben me alvast in. Dadelijk gaan 4 personen de mouthguard in doen. Ik heb 8 kaartjes. Ik ben de quizmaster. Ik vind het een hele prettige positie. Moet ik eerlijk doen. Wijnand zit letterlijk naast me. Jasper, stop even wat kaneel in. We kunnen het combineren. De zin in een mouthguard challenge. Oké, jongens, even wachten. En het zijn 8 kaartjes, dus 2 pp. Jullie gaan ze zelf uitkiezen en dan lees ik ze voor wat de opdracht is. Dus voor zover enige focus nog te doen is. Ik heb een succes. Daan, we beginnen met de gast, die mag de eerste kiezen. Kom maar. Ja, het is beter als ik hem voorlees, denk ik. Oh ja, daar gaan we. Dit. Drink een glas water zonder te knoeien. Uh-oh. Ik vul hem even bij.
Het ziet er ook echt niet uit. Nee, joh. Ik kan gelijk slukken nemen. Jasper, kan jij mensen vertellen wat er ondertussen al te zien is? Daan heeft een goed glas water in zijn hand. Hij moet ook aan de dagelijkse 2 liter komen. Ja, zo is het ook. En hij is... Hydrateren. Hij is bezig met een... hij heeft de mouthguard in zijn mond. Dus Daan, ga even voor. Probeer niet te knoeien, jongen. Neem het verdomme serieus. Ik denk dat er eitjes zijn. Er loopt iets uit zijn mond, maar het is kwel. Het is geen water. Ik wil heel erg lachen. Daan, ik vind 3 slokken bij deze ook al goed. Ik vind 3 slokken... Wat is je telefoon? Je telefoon. Hij knoeit ondertussen op zijn telefoon. We moeten alles om hem heen vandaan halen. Hij heeft er wel plezier in. Het hoeft alsof het gewoon... Dan valt hij eruit. Oké, probeer 2 slokken. Ja, nou, komt-ie. Netjes, hij gooit zijn tong in de strijd. Okay. Dat is echt niet te doen. Maar je gaat ook heel erg ervan kwijlen. Ik kan mijn scherm dus niet meer unlocken. Want mijn iPhone denkt dat ik iemand anders ben. Wat mooi. Hey, Oké, nou, die kaart is uit het spel. De andere gast, kies er maar eentje. Deze. Uit. Nou. Twee spelers eten zo snel mogelijk een lepel pindakaas. De eerste die het als eerste op even wint. Dus jij mag jouw tegenstander uitkiezen. Qatar. Ik had al zo'n vermoeden. Het is een wedstrijd, de battle is on. Maar wel pindakaas met stukjes noot, hè? Dat is wel lekker. Ik ben allergisch. Smeeg. Met een beetje kaneel erbij? Nou, laten we dat niet doen. Heeft hij met een doekje? Gelukkig hebben we ook grote lepels op tafel. Laat het gewoon zo lekker. Dat komt na de podcast wel, joh. Lekker, joh. Oké, nou, neem er allebei een goede schep uit. Wijnand, wil jij je keuze nog onderbouwen voor het kiezen van Kato als tegenstander? Die zin in de les ging ook heel lekker net, dus ja. Oké. Cheers. Succes. Jij, heel gek, veel dingen. Kato heeft wel over de helft, maar geef niet. Een klein beetje. Reload. Oké, hier ik ga nog een keer. Cheers. Nou. Oké, we gaan nu 2 grote. Ja, de happen gaan erin. Maar daar is een enkel door, gelukkig. Je moet vooral naar elkaar kijken, inderdaad. Wijnand gebruikt de lepel goed om het eventjes af te smeren aan de achterkant van zijn tanden. Oh, waarom doen mensen dit soort challenges? Ja. Er wordt gekoud. Ja, oh, het ziet er zo goor uit. Ja, kijk dan Wijnand kijkt gelukkig omhoog. Ja, maar bij Kato is één groot ongeluk. Niet in je mond kijken, Kato. Hou even je hand. Kato, heb jij gisteren macaroni gegeten? Ik zie nog... Of was het eergisteren? Niet aan laten lachen. Ik kan het weer. Je bent er nog niet. Wijnand is... Het geluid is ook niet... Je bent niet leeg. Nou. Nee, even netjes opruimen. Dan heeft Kato nog wat kans. Kato laten we inmiddels vallen uit de mond. Oh, ik is zo rankig in gimmel. Ik denk de rest is social, want je lul over social media. Ja, dat valt even vies tegen. Ja, we hebben alleen maar hele inhoudelijke gesprekken hier. Ja. Heel droog. Een pot pindakast is dit eigenlijk. Ik zit te kwijlen. Okay. Er komt echt een waterval aan pindawater bij Kato nu naar beneden ook. Ik ben klaar. Ik heb dat water op me. Het begon echt ineens te lopen ook. Alsof je de knop aanzette zo. Het hek was van het dan. Nou, ik voel heel veel schaamte op een van de manier. Nou, dankjewel. Duidelijke winnaar. Maar dit soort dingen gaan dus knijtervaren op YouTube, jongens. Dus ja. Ik snap het nu ik hierbij ben, misschien wel. Ja. Ik ben ook benieuwd of het knettervival gaat via de podcast als je dit moet aanhoren. Ja. We horen daar graag jullie mening over. Het is wel leuk überhaupt om zoiets in gezelschap te doen, toch? Ja, zeker. Eens. Ja, eens. Ik vind jullie nu al heel leuk. En kijk even naar Kato's gezicht en onder de pindakaas en de kaneel. Hey, voordat we doorgaan naar de volgende challenge, even een luchtige vraag tussendoor. Nou, wat is jullie favoriete social media kanaal? Ja, ik ga toch weer zeggen Say No to Dax. Ik ben heel erg fan van het Twitter-account. Kanaal, oké. Ja, wat heb je zelf bedacht? Nee, zeker niet. Nee, dat is dus dat account op Twitter dat zich met alles uitspreekt tegen die godvergeten tyfus eenden. Ook wel Optieven met eenden. Optieven met eenden is de naam van... Maar ik ga zo stuk, want het zo consequent met alles gewoon... Ja. Weet wel iets te vinden met... Het is ook gewoon best wel knap.
om de hele tijd onder, rondom hetzelfde thema, dat hij gewoon helemaal anti-eenden is. Ook met die vitamine E en D. Of het dorp Woerden ook. Ja, zo mooi. Mogen we daarmee concluderen dat Twitter jouw favoriete kanaal is? Ja, zeker. Ja, maar ik moet zeggen, ik ben TikTok nu aan het ontdekken. En dat vind ik ook wel echt heel erg leuk. Ben je de oudste daar? Of hoe, Nou, maar ik moet wel zeggen, ik krijg de leukste doorgestuurd van mijn broertje. Die zit er wat dieper in, maar het is zo grappig. Het was eerst natuurlijk Musical.ly, dat is dan toen overgenomen en nu heet het TikTok. Maar nu beginnen mensen ook echt een soort van die oude Vine-sketches te doen. Ik heb Vine net gemist, dus ik heb al die compilaties van Vine terug zitten kijken. Ja, dat is fantastisch. Ik vond dat te gek. Gewoon korte content, snel, makkelijk, humor, echt perfect. En hoe creatief kun je zijn in zoveel seconden? Precies. Ja. Weet je, dus dat is en hoe creatiever, hoe leuker. En dat is wel grappig. En dat merk je op TikTok dat nu ook een beetje begint te komen. Dus dat vind ik wel heel tof. Oké. Goeie nummer 2. Heb jij zelf al geüpload op TikTok dan? Ja. En wat voor shit upload je dan? Dat je een lepeltje zo onder de kraan houdt. En dat je hem dan omdraait als je hem afwassen. En dan walk on water eronder. Ja, oké. Okay. Zesje. Ja. Maar goed, mijn broertje heeft een paar betere gepost ook. Die heet... Hoe oud is jouw broertje dan? Mijn broertje is 23. Oh, ook best wel oud. Want ik doe nu bijvoorbeeld voor de Best Social Awards ook research naar TikTok. En ik zie wel echt heel veel jonge kids. Ja, klopt. Heel veel jonge kids die dat doen. Maar wel heel groot internationaal ook. Ja. En beste gedownloade app ter wereld vorig jaar. Afgelopen jaar toch? Ja. Wow. Ja, dus maar, het is heel makkelijk om te lurken. Je hebt gewoon lekker te kijken. Weet je, je komt van alles tegen. Maar ik vind het erg leuke aanwinst op mijn telefoon. Zeg maar. Ja. En ik vind het vooral tof dat het zo erg die creativiteit stimuleert van mensen. Ik bedoel, als je meteen gaat kijken, voel je je meteen bijna creatief. Ja, het is editen, het is karaoke, het is effecten, het is van alles in één eigenlijk. Ja, ik ben er altijd heel veel onder indruk. Ja, en mensen zijn super creatief met heel weinig dingen, weet je. Ze plakken dan een papiertje op hun buik, daar staat dan op welk karakter ze zijn. Dat hoef je dan niet meer uit te leggen en dat lees je dan meteen. Maar daardoor krijgt het filmpje meteen een hele andere context. Dus dat is wel grappig. Ja, cool. En bij jou, Wijnand, favoriet kanaal of medium? Twitter was het altijd voor mij, maar ik vind inmiddels Twitter een soort van riool geworden. Ik praat er ook niet meer over politiek of een mening ventileren of iets. Binnen no time krijg je een paar trollen over je heen. Mensen die er echt... die niks anders te doen hebben dan de hele tijd kijken of iemand... Kreeg je maar trollen over je heen. Iets goeds zegt. Dus ik kijk nu vooral veel daar. En lullen over voetbal kan ook altijd, vind ik leuk, op Twitter. Maar Instagram blijf ik gewoon te gek vinden. En Paul Fart is wel een van mijn favorieten. Ja. Die is een slager, hè? Ja, zeker. Maar hij gaat gewoon door. Maar gewoon is een Kickstarter voor hem. En hij doet nu ook veel op Twitter. Paul Fart was een beveiliger bij een Brits of Amerikaans bedrijf. En hij kwam er gewoon achter dat hij gewoon een talent had voor hele vieze vunzige scheten laten. Maar echt goor. Echt een heel groot... Zullen we er een opzoeken? Maar het ding is, kijk, iedereen als... Vooral misschien onder mannen leeft het wat meer dan onder vrouwen. Ik weet het eigenlijk niet gevraagd. Maar gewoon trots zijn op een goede scheet die je laat. En Paul, ik is daar gewoon heel goed in. En wat hij deed, dan zat hij op kantoor, op werk, op de wc. En dan zag je alleen maar zijn gezicht. Het was echt gewoon een selfie. En dan hoorde je op de achtergrond de scheet die lid. En dan was hij... Dan zag je aan zijn gezicht of hij bijvoorbeeld trots was. Ja. Of dat hij er een beetje van geschrokken was. Ja. En op een gegeven moment kwam het bedrijf wat hem inhuurde erachter dat hij dat bij hun deed. Omdat hij ook zo viral ging natuurlijk. Nee, het ging niet normaal viral, want hebben ze hem ontslagen. En nu doet hij het nog steeds, gewoon thuis. Maar dan zet hij eronder bijvoorbeeld wat hij gegeten heeft. Ach, goor wel. Maar wel een breed repertoire Chinees. Had hij gewoon. Echt alle geluiden kwamen uit. Maar nog steeds. En volgens mij maakt hij wel een beetje geld ermee. En kan hij doet er veel Twitchen, gamen erbij. Ja, dat vind ik echt wel lachen. Hij zou nog reclame kunnen maken voor laxinmiddel of dat soort dingen. Ja, maar, dus dat soort ik denk dat moet op een gegeven moment moet dat wel gaan gebeuren. Ja. Ja. Laat even een vaart horen. Maar soms kijkt hij ook heel snel. Maar hij kijkt ook zo verbaasd. Want er was er weer eentje. Ja. Trekt hij zijn wenkbrauw omhoog van... Oeh, dat was er. Ja. Oeh, lekker. Oeh. Nou, mooi. Kijk, dit soort vermaak, weet je, dat vind ik gewoon, daar kan ik gewoon van genieten. En de creativiteit ook. Dat je dus gewoon alleen maar... Creativiteit. Het is de setting, het vasthouden aan concept, zijn het is een format. En hij gaat nu reclame maken voor ook dat hij op Twitch gaat. En dat is allemaal super leuk. Maar ik wil hem gewoon alleen maar die scheten zien laten. Ja. Schoenmaker blijft bij je leest. Of in dit geval bij je scheet. Ja. Nou, het gaat me in ieder geval voor de wind. Hè? Ja. Ik kan het waar een luchtje aan zit. Gooi er even een stukje kaas tegen mijn hoofd. Want waarom niet? Ja, want waarom niet? We hebben nog twee kaartjes, of niet? Gaan we nog wel met een wildcard? Ja, zeker. Oké, let's go. Hebben jullie nog even... Hoe laat lopen jullie parkeerplekken af? Jij bent aan de beurt, Ja.
Hoor ik het voorlezen? Nee, nee, maar een kaars kiezen. Ik lees hem al voor. Ja, ik kies maar een kaartje, ik lees hem voor, vervolgens leest hij hem zelf. Doe het ook fluisteren dan? Nee, ik heb niet gelezen. Okay. Fluister de zin, papa praat met Pietje over pannenkoeken. Fluisteren. Papa praat met Pietje over pannenkoeken. Hele goeie dit. Pietje. Ze van, seniel door een microfoon zit te praten. Papa met Pietje. Met dit hoort te luisteren. Je probeert iets harder. Papa praat met Pietje over pannenkoeken. Moet je luisteren? Luisteren. Haha. Luister, Pietje. Oh, dat is harder. Dat is niet luisteren. Dat is nee, luisteren. Maar ik denk als mensen toch iets willen horen. Klinkt heel gay. Dus dat kan ik wel zeggen. Je hebt het er wel goed van overgebracht. Haha. Je zou maar gebeld worden door iemand. Ja, of je staat in een donker steegje, hoor. Dit achter je. Oké, Cato, de volgende kaart is voor jou. Oh, yes. Oh, yes, ja, dat zeg je nou. Nee. Wie eet het snelst een banaan op? Daarvoor lagen ze op tafel. Maar, jij mag Ik hoef niet mee te doen. Jawel. Nou. Je mag kiezen. Ja, maar jij mag twee mededeelnemers kiezen. Onze gasten natuurlijk. Tuurlijk. Zin in. Zullen we wel live verslag erbij doen? Ja. De gasten krijgen nu hun bananen toegediend. Toegediend. Hebben die brees weer in hun mondstukjes wederop in hun mond. Met de slijmranden er nog aan. Gat. Zul je zien dat je die cinnamon overleeft, maar dat je nu stikt in een banaan. Ja. We gaan de hele banaan opeten. Ja, het is echt wie het snelste banaan opeet. Weer eten. Dus, weer eten. Ja. Zet er nog wijn aan. Dus we hoeven vanavond ook gewoon helemaal niet meer te koken of te doen. Het is perfect. Stukje kaas erbij, heerlijk. 3, 2, 1, go. Kom op. Ah, oh, god. Daan at al. Nee, niet nu slikken, Daan. Daan zijn mondstukje viel uit. En Wijnand heeft weer strategie om achterover te leunen. Die man heeft echt vaak gedaan. Hij kan niet kouden. En zijn kaart gaat hij uit. Oh, wat vreselijk dit. Cato doet dus heel rustig aan. Die leunt lekker naar achter. Die wil ook niet meer die open mond aan mij laten zien, gelukkig. Oh, wel. Cato heeft het eerder gedaan. Ik wil hem niet haken. Oh, jongens. Maar het duurt te lang. Wisten jullie dat Mautbrand ook wordt gekocht als seksspeeltjes? Cato niet gelijk de hele deur aan. Wat? Oh, niet te hard bijt. Oh. Ja. Oh. Dit is heel moeilijk sureren, want iedereen zijn mondstukje valt uit. Ik ben te erg onder de indruk. Ik vind tot nu toe eigenlijk alleen Wijnand die echt netjes met het mondstukje in zijn mond rustig aan het eten. Ja. Dus de rest is echt aan het cheaten. Maar het is ook al makkelijk praten vanaf hier, niet? Ja. Laten we dat ook even bedankt, Cato, dat je ons niet hebt uitgekozen. Cato, hoe ver ben je met je banaan? Nou, ze banaan lijkt wel de strijd te winnen. Oh! Ja. Banaan met kaneel. Is hij weg? Het wordt een nek en nek met Daan. En Cato wint. Cato wint. Maar Cato, de mondstukje viel dan nog uit. Ik heb het vaker gedaan. We gaan even in een rap tempo door naar de volgende challenge. Ik hoef echt niet meer avond te eten. Pindakaas, kaneel en een banaan. Ik wil je echt de volgende challenge niet? Want ik weet het niet. Nee, kom op. Ga door. Ja, ga door. Toch? Ja, pak hem. Ja. Het zijn echt leuke kaartjes. Sowieso zit okay, sorry. We zitten echt Jasper tussen. Zit er echt lekker in. Nee, heel spontaan zaten die kaartjes tussen. Die pot pindakaas, die stond hier ook meteen. Ja. Ja, bijzonder. Ja. Wat een toeval. Je verwacht het niet. Je verwacht het niet. Dat is zoveel kaarten. Okay, ik vind deze best wel moi. Dus we kunnen hem skippen. Dan doen we niet. Skippen. Volgende. Nee, okay. Ik geef hem gewoon. Maak het uit. Weer eten, hè? Komt-ie. Hij is alleen voor Wijnand. Okay. Bel je laatst gebelde nummer en houd deze persoon 30 seconden aan de praat. Oh, mijn god. Oh, dat is bij mij de fietsenmaker. Ben ik even blij dat ik deze niet doe. Gewoon alleen een lekker fietsbandgeluid na. Wie is het? Wie is het om te beginnen? Kekerbaas. Kekerbaas is... Ken je misschien ook wel van Twitter? Kekerbaas. Amsterdammer. Bellemaar. Bellemaar dan ook. Ja. Spontaan in. Oké. Okay. Als je op luidspreker... Uiteraard wel op speaker. Kan je op luidspreker? Hey, 30 seconden. Ik hou even de timer erbij. Kijk in, altijd op. Ja, ik zal erbij. Je hebt wat hulp nodig bij iets. Ik ga gewoon gaan zeggen. Yo. Ja, gewoon. Yo. Oké, hoor je me? Jazeker. Oké. Ja, ik hoor je. Kun je goed verstaan wat ik zeg? Ja,
Oké, oké. Ik wil alleen even zeggen dat gezelliger graag. Oh, nee, het was zeker gezellig. Ik heb alleen helemaal niet gevraagd om jou ging en je kind en zo. Alleen over mij. Nee, ja, weet ik. Maar ik was gewoon leuk, ouwe. Dat is leuk. Ja. Ja, laat vooral weten wanneer je in Amsterdam bent. Dit zeker, vriend. Oké, ging het goed? Ja, ik zit er middenin. Oh, je zit er middenin? Ja, ik doe enige andere challenge hier. En ja. Succes nog even. I love you, Roog. Rustig hangen. Hoi, hoi, hoi. Oké, dat applaus voor dit. Dit is echt een topgast. Ja. 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 Verhaal ook. En zo, Ed Kekenbaas op Twitter heeft altijd overal een mening over. Soms net iets te veel. Nou, maar nu niet. Hij judge je niet om je rare maar zo is hij ook. Redelijk supportive. Zo is hij ook, ja. Nou, schitterend. Het zou mijn nacht mee zijn dat hij dan hele privé nare dingen... Wat mooi. Echt top. Blij dat het mijn schoonmoeder niet was, hè. Ik zit gelijk te kijken wie belde me daarvoor. Oh, mijn baas. Nou, top. Dit scheelt weer. Kekenbaas. Ja, wat mij betreft gaan we nu wel door naar de volgende. En dat is de Chubby Bunny Challenge. Ingestuurd door Anouk Boze. Bedankt. Zeker bedankt. Dit houdt simpelweg in. Stop zoveel mogelijk marshmallows in je mond. Terwijl je dezelfde zin uitspreekt, zeg maar. Dus we moeten een zin verzinnen. En die moet je steeds uitspreken terwijl je een marshmallow meer in je mond stopt. Maar moeten wij die zin verzinnen? Nou, we kunnen doen Have You Ever Been Marshmallow, dat je die de hele tijd moet kunnen uitspreken. Oké. Maar ik zit wel te denken ook qua hoe snel willen we laten gaan, want als iedereen er steeds om de beurt eentje in zijn mond doet, dan ben je hier een half uur bezig. Je moet er gewoon eerst even 10 in blaffen. Nou, kijk. Dat is precies het. Dit heb je vaker gedaan. Maar misschien moeten we dit ook... moeten we dit met alle 4, 5 doen? Of, Daan en ik gaan wel weer. Ja, zijn we hier een soort van labberat. Nee, ik heb honger. Nee. Oh, jij bent honger. Ja, hou op. Laten we het gewoon allemaal doen. Allemaal 5 gewoon erin. 5? Ja, om te beginnen. Ja, ik wil ook al een challenge meedoen. Nee, Kato doet even nu de directie. Wat? Jij leidt deze even. Ja, leid jij deze maar, Taco. Ja, dat snap ik. Jij gaat tellen... Jij commandeert. Mijn hand, ik kan niet in jouw mond helemaal achterin. Hoeveel zijn er? Dus bijna heeft al best wel wat in zijn mond zitten. Oké, we gaan alvast beginnen. Dus jij hebt 5. Maar even wachten, wij stoppen er ook 5, ja? Ik neem eerst eentje om te proeven. Oh, ja, lekker. Maar dit, je moet wel in je mond zitten, hè? Oh, oh. Niet goed lukken. Wacht, jongens, kom op. Even kijken, 5, Wijnand. Ja, 5 is best wel veel, kan ik je zeggen. Oh, dan je aan. Jasper, hoeveel heb jij er? Even down. Wacht, 5? 7? Nee, 5. Oh, jullie hebben allemaal gehad 5. Ja, oké, volgende. Oké. 6. Nee, 7. 7. 8. Maar je mag niet kauwen, Daan. Ja, jawel. Ik zie je echt smoetsig achter in je mond. 9. En 10? Mm-hmm. Hebben we allemaal 10 nu? Mm-hmm. Wat zeiden jullie? Mm-hmm. Hebben we allemaal 10? Mm-hmm. Oké, gaan we door. 11. Mm-hmm. Eeuw, het vliegt over de tafel hier. 12. Mm-hmm. Oh, Jasper heeft nu al moeite met 11, volgens mm-hmm. mij. Ja. Mm-hmm. Oh, en Wijnand stikt in een soort grote witte spons in zijn mond. Wie stopt er? Stopt er al iemand? Geeft iemand op? Mm-hmm. Ja, Jasper. Nee, oké, hij heeft nog wat ruimte gevonden. 12. Dierik, ga maar door. Even wachten, anders weet ik niet op hoeveel je zit. 12 in je mond, 12 in je mond. 12. Maar het past bij Wijnand niet meer. Het gevalt eruit. Wijnand heeft een kleine mond. Maar Dierik gaat wel lekker. Oh mijn god. Oh, niemand kan lachen behalve ik. Iedereen heeft heel veel moeite. Oh, gadver. Diederik gooit een soort klont uit zijn mond. Je stikt letterlijk. Je stikt. Iedereen zit op tafel. Wil je nog eentje, Daan? 13. Wijnand doet ook nog een 13. Jasper is ondertussen even bezig met zich te fatsoeneren. Ik had een 14, hoor. Maar je stikt echt, want je krijgt geen lucht meer. Helemaal kut. Oh, wat je nou ziet is dat wij... Ja, dit is echt YouTube-materiaal. Oh. Zo, we beginnen met een soepje. Wow, nou, goed gedaan, jongens. Tering, jezus.
Ik ga het bakje met kaneel en half opgevroten kaas wel eens even aan de kant leggen. Ja, ik ga het wel opeten. Want dit was ook qua audio de leukste volgens mij. Ik vond het wel ook heel erg leuk dat we 3 zakken zo optimistisch hebben ingeslagen. Ja. Maar het is echt ziek hoe snel je bent van zin in de marshmallow naar helemaal klaar met die dingen binnen 1 minuut. Echt walgelijk. Nou, vooral van hoe lang kan ik nog ademen? Ja. Hoe lang hou ik het wel zonder adem? Echt mogelijk. Ik moet toch. Ik ga echt. Oké, ik ga dit met Judy om me niet schuldig te voelen over deze voedselverspilling. Zeg dat ook. Ik ben nog een derde. Ik schrok een beetje toen mijn keel echt helemaal vol zat. Ik vond echt. Ik dacht eerst heel optimistisch, dit kan ik nog heel lang volhouden. Maar op een gegeven moment schoot mijn neusgat dicht. Oh. Ik kon geen adem meer halen. Het zit gewoon echt vol. Ja, het zit echt helemaal vol. En proefde je nog ergens een tintje kaneel? Nee. Ja, ik vind dus marshmallows heel lekker. Dus ik vond het wel een prettig. Het van lucratief aan marshmallows. Dus je hebt er altijd heel veel zin in. En op een gegeven moment dan. Ben je misselijk. Ben je stronmisselijk en voel je je verkracht. Ja. Of zo, nou ja, als in. Qua eten dan, hè? Oh, niet echt bedoel je? Nee. Ik heb iets niet genoeg. Sorry, jongens. Voor ik daar weer problemen mee krijg. Ja, weet het niet op die social media. Je moet duidelijk zijn. Klein stukje duiding. Wil je nou ook een voice memo inspreken met marshmallows in je mond? Oh, ja, nee, dat is. Laten we dat echt als challenge doen aan de luisteraars. Dat is een challenge, dus. Ja. We dagen jullie uit. Oké. Okay. Het mag of met een mouthguard. Ja, maar spreek iets in met een challenge. Of dus met kaneel in je mond. Iets anders in je mond. Pindakaas in je mond. Mouthguard. 5 marshmallows. En dan denk je, ja, maar Diederik, naar welk nummer moet ik dat dan appen? Nou, ook het ook. Nou, dat weet ik. Dat 06-2399-2158. Ik herhaal, met een marshmallow in mijn mond. 06-2399-2158. Dat vinden we echt heel leuk. Ja. En dan mag je ook bijvoorbeeld zeggen welke challenge je het leuk vond. Ja. Ja. Maar je mag echt alles tegen ons zeggen. Als je zelfs, maar iets in je mond hebt. Ja, als je maar iets in mijn mond hebt. En je mag zelfs kritiek op mij hebben. Ja. Dan hebben we nog een challenge van Daan. Die had hij zelf meegenomen. Ja. Bescheiden als hij is. Denk je dat je alles hebt gehad? Of moeten we eerst even een rankingje doen van wat we tot nu toe leuk vonden? Ja, dat had ik ook over denken. Het leukst? Ja. Om te kijken of te doen? Ja, gewoon de combi. Ik vond de cinnamon echt heel erg meevallen. Ik snapte niet zo goed jullie problemen. De hoeveelheid was dat misschien. Ja. Vond het wel het spannendst. Ja. Maar nogmaals, dat filmpje, die vrouw die ze vrouw ging, had echt een soeplepel die ze zo... Ja, zo'n pollepel. Ik vond de mouthguard, maar ik was quizmaster, dat... Dat was wel een fijne taak. Ik vond die mouthguard wel leuk, dus die geef ik sowieso 5 reten. ik vond jouw belletje wel het hoogtepunt, denk ik. Van de challenges. Ik ook. Dat was zeker even mijn hoogtepunt. Ja. En de wolkjes van kaneel boven Cato's hoofd. En vooral hoe ze er nu uitziet met haar kaneel sproeten. En ik dacht, ik haal van die mega plakkerige cheddar dingen, maar ze plakten gewoon helemaal niet. Dat viel me Ik vind dat ook een faal, maar misschien komt het omdat ze in de koelkast lagen. Misschien gaat de komende challenge er nog overheen, want Daan heeft hem meegenomen. Sorry, ik moet enorm boeren. Het is echt heel goor volgens mij. Ik moet een marshmallowtje opzetten. De ongepaste hashtag challenge. Oh. Daan, kun je hem even uitleggen? Ja, nee. Jasper had gevraagd van, joh, als je nou zelf nog een leuke challenge hebt, laat het dan weten. En toen dacht ik van, nou, we kunnen vast wel iets leuks verzinnen met dingen die je niet in je mond hoeft te stoppen. Ja, misschien voor de luisteraar thuis. Precies. Dus ik vind het altijd wel leuk om het te koppelen aan de actualiteit. Dus ik dacht van, wat nou als we een challenge gaan bedenken waarbij we ongepaste hashtags gaan bedenken bij nieuwsberichten. Ja. Dus welke hashtag kan echt niet? Of welke hashtag die erbij zou staan, zou je denken van, oei. Dus je twittert dit artikel en dan zet je er een hashtag bij. Heel leuk. Oké, kun je een voorbeeldje geven? Ja, we hebben wat headlines. Het hoeft niet grappig te zijn. Het kan ook gewoon zo van, wat doet dat nieuws? Ongepast, grappig. Als onder je de gordel, boven de gordel, achter de gordel. In de gordel. In de fucking gordel. Ja joh, gewoon gaan. Toch nog een marshmallowtje hoor. Dat vind ik volgens wel het allerleukste altijd. Als het zelf qua Twitter een beetje proberen een draadje te geven aan actualiteit. Ja. Ja, ik ga ervan. Nou, ik heb 6 headlines en ik ga de eerste oplezen. Je mag schieten wat er in je opkomt. Dus, Soldaat van Oranje, de musical, gaat naar Londen. Sowieso, toen ik dit bericht eerst las, dacht ik ook, oh yes, we zijn er vanaf. Ja. Eindelijk. Succes verlengd. Hashtag stem ze weg. Nee. In mijn WhatsApp groep zei iemand, oh, die en die zat in Soldaat van Oranje. Toen zei iemand, wat zei hij nou? Shit. Ja, maar iets van daar heeft iedereen... Het is eigenlijk meer raar als je er niet in gezeten hebt uit de acteerwereld. Ja, ja. En zo zat Merel er blijkbaar ook in. Ja.
hoofdrol zelfs. Maar ik ken ook echt, denk ik, persoonlijk 8 mensen of zo die erin hebben gezeten. Maar ensemble, is dat Hou je bek met Bef met Merel? Ja. Serieus? Overal. Mooie. Lekker te mijden. Fun fact. Hashtag fun fact. Ik dacht ook hashtag ik snap Brexit. Oh. Of hashtag ik zit er niet mee en dan M eigenlijk zei. Mooi. Mooi. Wow. Hashtag grenzen maar dicht. Is het ongepast? Is het ongepast? Ja, hoe maak je hem ongepast? Ja, ik... Ja, sorry. Zo is het dit jaar zo dat er een datum gaat komen. En ik heb hem misschien in mijn agenda gezet dat de hele musical langer loopt dan de Eerste en de Tweede Wereldoorlog bij elkaar. Ja. Dit wordt heel ongepast. Luisteraars die hier gevoelig voor zijn door je ogen. Die schuilt in de volgens mij is dit is, ja, bij ongepast. Alles moet over Duitsers, toch? Ja, toch? Het is maar een grapje. Ik zou Duitsers hadden meer hun best moeten doen of zoiets. Hashtag we hebben is niet gewoest. Dus. Ja. Moeten we naar de volgende. De volgende. Next is... gezin dacht droomhuis te hebben, maar kijkt uit op homo ontmoetingsplaats. Ja, ik had hashtag nice to meet meet. Hebben jullie dit fragment gezien? Nee, is hier een fragment van? Ja, dat is dus een filmpje van NTV Noord-Holland, volgens mij. Wat goed. Ja. Ik heb het filmpje niet gezien. Ja. Hashtag beter een goede buur dan een verre vriend. Het is echt heel heftig. Die kinderen kijken dus uit op de seks tussen homo's. Hashtag... Het item is ook heel dubieus. Want ze noemen het ook dubieus dat homo's seks met de dubieuze praktijken die daar gebeuren. Ik vind het een heel moeilijk filmpje, maar het is heel hilarisch. Oeh, ik heb een ongepaste... Het is een... Oh nee, shit. Ik dacht dat het een parkeerplek... Ik heb wel een... Dat het een parkeerplek was en dan hashtag achteruit inparkeren. Ja, lekker, ja. Nee, maar het is wel... Ja, er is natuurlijk een parkeerplek. Anders ja. De hetero mannen met kinderzitjes daar niet... Hashtag seksspeeltuin. Seksspeeltuin. Of hashtag huis en nichtzicht. We hebben echt... We hebben eens nicht gewoest. Oeh. Of... Worst. Hashtag nicht gewoest. Hashtag homoloon. Oké, de volgende. Ja, hallo. De volgende is... Mysterieuze schoolpoeper New Jersey blijkt schooldirecteur. Schoolpoeper? Mag ik interconnect? Ik wist schoolpoeper, is ook, die zet je op je LinkedIn, toch? Wat is de context, Jasper? Scheet die anders onder? Ik heb echt, het is ook een beetje een Twitter-trend om te tweeten met rozen zijn rood, bla 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 bla. En dan op als je een hele gekke headline ziet, dat je hem daar laat rijden. Dus ik heb een beetje gezocht op die headlines, naast de twee recente actuele. En het komt deze eruit, dus heel veel meer context heb ik niet, maar... Jij reageert alleen maar op het nieuws, maar je leest het niet. Nee, alle ik heb ze opgezocht. Nu.nl comments. Ik wilde een leuke headline voor dit spel. Nee, weet ik. Maar het klinkt een beetje als meester Anton uit de Luizenmoeder. Kijken jullie dat? Die ging ook altijd kakken op die zielige kinder-wc's, waardoor de hele school verstopt. Of zoals hier op het elektrische toilet. Hashtag kakschool zou leuk zijn. Ik had hashtag third grade. Oeh, mooi. En iets met Luizenmoeder. Of hashtag contractor. Ja, schoonrector, ja. Oké. Poep, plas, bloed. We gaan naar Pepita 22. Maakt kunst met haar menstruatiebloed. Wat vind je ervan, Mateo? Hoezo, ik? Ik ben ongesteld. Hashtag bloedfanatiek, maar die is een beetje... Hashtag doekje voor bloeden. Doekje, kunst, toch? Ja. Je hoort hem hashtag bloedfanatiek. God, wat gaat het eraan? Ja. Ik weet niet zo goed wat ik daarvan vind eigenlijk. Wat zijn jullie daarvan? Vinden jullie dat vies of raar? Of? Ja, ik vind, kijk niet zo snel ergens van op. Weet je, het hoort erbij. Ik ging laatst ook, ging ik tampons voor mijn vrouw halen. En toen was zo, vind je het ongemakkelijk? Vroeg ze. En toen zei ik eerst nee. Toen dacht ik van... Moet ik niet ongemakkelijk voelen? Misschien wel ook eigenlijk. Want ik ging ook alleen maar dat halen of zo. Weet je, dus dan... Toch is het soort van nog... Er zit echt wel nog een taboetje, hoor. Ja. Ja, klopt. Ja, daar doet Joni ook nu een campagne voor, / tegen. En ook gewoon, ik lees dat heel veel. Wie is Joni? Die het tamponmerk voor de goede tampons. Wie is Joni? Ja, dat was mijn zelfvraag. Toch? Ja, wij weten dus ook niet helemaal wat het tamponmerk is. Nee, sorry. Dat is best wel milieubewust. Daar zitten geen bleekmiddelen en dat soort dingen. Zoals OB bijvoorbeeld gebruikt allemaal bleekmiddelen en dat soort dingen. Maar ik weet echt waar? Dan stop je bleekmiddel in je... Ja, het is echt heel slecht tampons eigenlijk. Ook voor milieu. Maar wacht, je stopt bleekmiddel in jezelf? Ja, je stopt niet letterlijk bleekmiddel, maar in tampons zit dat wel. En dat... Ken je wel met wodka? Je hebt ook iets nieuws, toch? Zo'n cupje wat je in kunt... Ja, hoe werkt dat? Is het echt een lekbak? Maar
Meid? Wijnand, leg even uit. Wij gaan straks een Chardonnay drinken. Is Chardonnay meid? Luister. Nee, dat is een soort van cupje wat je als vrouw plaatst. Die vangt alles op. Ja. En die haal je er dan vervolgens uit. En die kun je gewoon afwassen. En dan kun je hem weer terugplaatsen. En hebben ze, ja, hebben ze dan ook een cupmaat? Ja, het is wel zo. Ongepast. Als je het niet doet. Nee, maar jongens, dat is echt heel goed. Hè. Even voor de mannen aan tafel. Het is echt heel goed, want het is dus niet slecht voor het milieu. Want je gooit niet zoveel tampons weg. Ja. Het is heel erg geldbesparend. En het is dus het is gewoon een soort plastic cupje wat je in kan brengen. En dan hou je dat gewoon een hele dag in. Dus je hoeft ook niet met tampons mee te sleuren en dat soort dingen. En je hebt cupmaten, ja. En waar ik ook laatst achter kwam, dat zag ik op Twitter voorbij komen. Dat was een jongen in Engeland die ging tampons voor zijn vriendin halen. En die stuurde haar een sms'je met: what size is your pussy? En maar gewoon omdat hij dacht dus dat hij aan de hand daarvan XL of L of medium moest dat nemen. Dacht maar ik ook. Maar dat heeft dus blijkbaar met de mate van hoeveel het absorbt op te maken. Mine is blown. Ik dacht, ben ik blij dat ik het via deze guy leer. Ja, maar ik vind het soms echt gênant hoe weinig mannen, weet ik ook zelf, ja, over onwetend. Het. Ja, onwetend. Ja, echt. Is het ook vreselijk? Ook qua seks. Ik heb zelf dan ook geen seks met vrouwen. Dus homo's, echt verschrikkelijk hoe weinig. En ook trouwens andere mensen over homoseks. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Maar over vrouwen, ja, vind ik echt, dat is echt heel gênant. We zijn biologie echt overgeslagen. Ja, maar want dat komt, gaan ze helemaal niet in detail. Biologie is niet overgeslagen, maar het wordt gewoon niet benoemd. En het wordt niet zo uitgelegd. Net als dat ik bijvoorbeeld laatst naar die film Mid-90s was, over die skatersjongens. Mm-hmm. En dan is zo'n jongetje en die wordt dan ontmaagd. En die zegt dan tegen zijn vrienden later van: ik wist helemaal niet dat er pussy, zeg maar, down there zat. Hij dacht gewoon dat het gewoon recht, dat snap je? Dat het niet aan de onderkant zat waar die allemaal. Oh. Ja, en heel veel jongens, ik bedoel, als je dat niet weet, ik snap het ook wel. Heel veel van dit soort dingen, ongesteldheid is taboe. Daarom verstoppen meisjes dat, nog steeds tampons in hun handen. Dat als er een bepaalde diepte was, dacht ik. Net zoals dat een pik en lengte heeft, dacht ik wel. Ja, maar ja, als je het niet weet. Ja, mijn vriendin is net bevallen. 2 maanden geleden. En ik heb zoveel over het vrouwelijk lichaam geleerd. Alleen al door die zwangerschap. En dan je krijgt gewoon ook veel meer respect voor zwangere vrouwen. Überhaupt voor vrouwen. Ja, het klinkt allemaal super cliché, maar het is echt allemaal waar. Meneer Tichelaar heeft ook zo'n ding gemaakt, hè? Mandverband. Mandje. Zus van Lisa van Tichelaar. Van Tichelen. De volgende. Sophie ging voor de grap aan het slagboom hangen, maar dan loopt het plots mis. Nou, dat is echt gebeurd, De meest voor de hand liggende vond ik hashtag hangjeugd. Hashtag hoge bomen. Hashtag slagboom. Hashtag hoge bomen vangen veel kind. Boom vangen. Het niveau van deze podcast, jongens. Ja, dat gaat alle kanten op. Te snel omlaag als de slagboom. Hashtag Sofiel. mooi. Sofiel. Ja. Arme Sofie. Nog eentje, jongens. Ja, verzorgster. Verzorgster verstopte hete Peter. Sorry. Hete Peter? Verzorgster verstopte hete peper in ontbijt om de demente man te pesten. Hashtag pittige tante. Hashtag op heter daad. Dit lijkt wel een challenge. Ja. Nou, dus als je een oma thuis hebt zitten. Ja. En ze is dement, want ze weet toch niet dat je langs bent gekomen. Oh, wat vreselijk. Hashtag ooggepast. Wat een grimmig einde. Hashtag oma chili. Goed, wil iemand hier nog overheen gaan? Nee, ik wil zelfs hier voorbij. Ja. Ik vind het een mooi einde van onze jubileum podcast. Ja, ik ook. Eens. Al stellen we natuurlijk wel altijd even vragen. Wijnands, heb je nog een vraag? Of wil je nog wat zeggen? Wil je nog iets kwijt? Wil je nog je mening over social media? Ja, want we hebben natuurlijk alleen maar challenges gedaan. Klinkt allemaal misschien heel ethisch verantwoord. En toch even een punt willen maken. Ik zag vandaag, en Sophie Milsink, die deelt dat wel vaker op Instagram. Die deelt dan screenshots van mannen die echt de meest smerige dingen naar haar sturen. Ja. Ja. Ik zag vandaag Anouk Hoogendijk, voormalig profvoetballer. Ook bij Ajax en het Nederlandse dameselftal. Zag ik ook weer dingen delen. En dat deed ze dan een beetje lacherig. Maar echt gewoon een gozer die dan 6.000 euro wilde betalen voor haar kontje. Dat stond er dan letterlijk. En toen stuurde ik terug van: ja, ik vind het super netjes dat je dat deelt, laat zien dat dat gebeurt. En dat je dan de naam eventjes blurt. En Sophie doet dat ook. Ja, maar ik denk,
nemen en shamen. Gooi het er gewoon op. Ja? Waarop die meiden dan weer zeggen, ja, sorry, maar daar krijg ik dan weer problemen mee. Want vervolgens word ik dan bedreigd en krijg ik berichten van, ik ga je doodmaken en dat soort dingen. Nou, maar ook de hele familie is de lul. En alle familieleden daarvan en broers, zussen. Dat vond ik echt, ik stond vanmorgen op, dacht ik, dat wil ik toch nog eventjes benoemen. Want ik dacht van, ja, daar moet ook nog een keer iets op gevonden worden. Maar ik denk niet dat je met nemen en shamen verder gaat komen. Want stel, je bent de moeder van een jongen en je hebt geen idee dat je zoon dit uithaalt bij BN'ers. Dus ik vind het juist heel respectvol dat ze zo met andere mensen omgaan. Ja, maar, en zo zou je dat verwachten van. Maar het verandert niks, hè? Want die joch is die dat account zie je dan in één keer, dat bestaat dan niet meer. En vervolgens beginnen ze toch weer opnieuw, bij wijze van spreken. Ook als je ze neemt en shamed. Wat kun je eraan doen? Een soort van bewustwording of zo? Nee, dat gewoon bewustwording bij de man. Al vanaf jeugd af aan dat je dit niet doet. Daar ligt het. Ja, maar het is die anonimiteit wel of zo vaak. Hè? Ze maken gewoon een accountje aan en ze beginnen te roepfilteren en te doen. En zo. Ja. Dus ja, als ik dan toch nog met een boodschap... als je dan reageer dan een beetje positief of lief. Ook op dat soort meiden die dat soort shit maar, overbrengen. Wat is dan het gekste dat jij in je DM hebt gehad? Niks eigenlijk. Ik heb echt nooit rare dingen van vrouwen of mannen. Het is wel echt een heel grimmig hoekje van de Instagram DM's. Want daar hadden we het ook met Gwen van Poorten over, inderdaad. En die Emma van BNN volgens mij ook. Ja. Die toen reageerde met die Ash Ketchum pet. Dus ja, dan laat ze zien van, dat ze reageren met humor. Ja. En dat gooien ze dan online. Ja. En dat zie je ze zeker. Maar je zal er maar elke dag mee moeten dealen. Met al die fucking dickpics. Ik wist dus niet dat Twitter berichtverzoeken had. Zeg je? Wist u dat Twitter berichtverzoeken had? Want ik kwam er pas een tijdje geleden achter. Want er kwamen niet echt goede meldingen van binnen. Maar toen zag ik opeens dat de bericht... Daar zaten we, ik kreeg een flirt van een Braziliaan. Huh? Maar dat was niet heel shocking hoor. Dat was een knipoog. Ja. En iemand van Stroopwafelfonds of zo. Maar ik had iets over stroopwafels gezegd. Die had überhaupt al op Twitter best wel met me... Waarschijnlijk een subaccount van Marcel Steeman. Ja. Maar ik wilde niet de moraal eruit hangen. Maar ik vind dat wel een soort van die donkere kant van het internet. Ja. Waar ik ook mee begon. Weet je, wat Twitter ook heeft. Een soort van rioolfunctie. Laat staan, zeg maar, even niet om het nog erger te maken dan het is. Maar dit is nog maar DM. Moet je nagaan wat er gebeurt als vrouwen over straat lopen. Just saying. Ja. Dit is eigenlijk nog maar op het internet. Ja, ja. Dus het gebeurt nog veel vaker. Het is grappig dat jij dat nu zegt. Want ik heb het wel eens op werk zijn wel eens wat dingen gebeurd waarvan ik dacht, kan dat wel of kan dat niet? En dan vertelde ik dat aan mijn vriendin. Zei ze, nou, als dat een MeToo'tje is, dan kan ik ook naar de politie. Want dat heb ik zo vaak meegemaakt dat ik dacht, huh? Precies. Dat had ik dus ook laatst. Want ik had het erover met mijn vrouw, moet ik steeds zeggen. Maar je hebt er moeite mee, of niet? Ik voel hem niet. We hadden een discussie over, maar word je dan wel eens gewoon... Wordt er wel eens aan je kont geknepen of zo? En ze zei, ja, als ik uitga, dan gebeurt dat 1 of 2 keer per avond. Zeg ik, what the fuck? Yeah. Maar ook ik wil het weten. Ik geef de gast een hoek. Echt? Ja. Zeker, afblijven. Gewoon afblijven met je poten. Ja. Maar blijkbaar is het dus heel normaal voor meiden die uitgaan dat je gewoon in je kont geknepen wordt. Doe even fucking normaal. Blijf met je poten ervan. Nou ja, ik heb het ook vaker gehad. Ook laatst nog op straat, maar ook in mijn kont geknepen. Op straat? Ja. Op straat? Dat ik op straat loop en dat ik hoor... Dan? Uit een auto gaat een raampje omlaag en dan zo... Hé, mooie broek. En dan zit ik zo, bedankt. En dan rijdt hij door en dan gaat hij nog een keer fluiten. En ook in mijn stamkroeg in mijn bil geknepen. En toen zei ik er wat van en toen was het... Ja, moet je maar niet zo'n broek aantrekken. Ja, dit is, dit is de orde van de dag. Maar ik vind het wel heel fijn dat mensen zich er nu bewust van worden... en zich ermee bemoeien en zich erover opwinden. Zoals jullie nu ook doen. Maar ik denk toch dat je het moet aanpakken. Niet bij iemand een hoek geven, maar bij de opvoeding van de jongens die in billen kruipen. Dus waarom doen zij dat? En waarom gebeurt dat niet in hun jeugd worden? Dus niet wijs gemaakt, zeg maar, of wordt hun niet geleerd dat je dat niet hoort te doen. Want ik denk dat daar de kern van het probleem ligt in heel alles, zeg maar. Dat meisjes zichzelf moeten verdedigen op de basisschool en middelbare school en jongens mogen gimmen. Wij krijgen zelfverdediging, Er wordt toch nergens gezegd dat je dat wel moet doen of zo? Ja, er wordt nergens gezegd, maar er wordt niet bewust. Er wordt tegen meisjes geleerd, hoe je nee moet zeggen, hoe je jezelf moet verdedigen. Ja. Waarom moeten wij überhaupt dit doen? Ja. Ja, nee, waarom wordt er niet tegen jongens gezegd, je raakt iemand aan? Dat is niet oké. Het is ook een media die een beetje die rolverdeling impliceert of framed. Laten we hier een volgende podcast over houden. Maar ik zou het een goede volgende Sire campagne vinden. Ja, ze hadden het geweest over natuurlijk die haat. Doeslief. Maar Sire kan, volgens mij... Hashtag Doeslief, een poepcampagne was dat, zeg. Ja, maar ze hadden ook dan een soort van website... waar dan allemaal berichten die met de hashtag Doeslief... want ze hadden dus gereageerd op allemaal berichten... maar ook gewoon op pornoberichten. Want er was gewoon een webcam-team... Er was ook een troll-account van Doeslief, hè? Nee, maar dit was het echte account. Want die hadden iemand die had het woord geile slet geroepen. Maar er zitten dus ook best wel veel porno-accounts op Twitter. En die had
had dus op die reactie op die tweet. Hey, ga je de slet? Hey, doe eens lief. Let je een beetje op je taal. Maar dat was gewoon, als je dan die tweet ging openklappen, volle bak porno. Hij stikt poeslief was het waarschijnlijk. Maar goed. Mooi. Ja, internetgedrag. En dat bewustzijnscampagnes en zo, je zijn niet aan te slepen waarschijnlijk. Maar dat zie je elke week wel een campagne kan doen. Een hele serie podcast ook over maken, denk ik. Dat denk ik ook. We hebben het er toevallig wel vaker over gehad. Ook met Wem van Poorten. Wat zeg je? Heb jij het ook in je DM's dan? Geen dickpics, maar wel gewoon inderdaad van die spamaccount, maar dat is logisch. Ik wel hoor. Maar ook bijvoorbeeld... Dat is in de homoscene echt orde van de dag. Ja, wel gewoon een keertje mooie schatje, mooie benen. En dan denk ik, ja, volgens mij... Ik voel me niet heel persoonlijk aangesproken. Ja, vind jij dat normaal dan, als je dat krijgt? Denk jij van, omdat het normaal is in de homo-scene... kijk je er niet meer van op? Kijk er niet meer van op, nee, sorry. Normaal is iets anders. Je bent teleurgesteld als je geen nieuwe hebt. Ja. In plaats van likes. Ja. Dus, hoor je dit? Kijk, dat is natuurlijk... nu wordt het wel een heel breed verhaal... maar dat is natuurlijk ook een beetje zo met... wie hoger op de ladder staat en hoe mannen in de maatschappij staan. Wij kijken misschien anders naar seks en hebben niet zo'n verleden zoals de vrouw wordt gezien of hoe zij in de maatschappij staat. Dus mannen onder elkaar is toch denk ik wel een beetje anders. Ik kan me natuurlijk voorstellen, maar ik heb als van jongs af aan dat niet ervaren als iets ergs of zo. Omdat of, het niet denigreren naar jou toe nee, bedoeld het is of meer zo. Gewoon, hey, je bent knap, hier is mijn pik. En dat is toch bij een vrouw... is een andere connotatie. Terwijl het is natuurlijk eigenlijk ook een beetje dat. Maar het gaat heel snel heel erg verkeerd. Ja. Of geld bieden. Of weet je wel. Het is ook verkeerd om ongevraagd je pik te sturen. Natuurlijk, als je daar niet op zit te wachten. Het maakt mij niet zoveel uit. Ik bedoel, ik ben wel wat meer gewend. Nee, maar dat heeft te maken met de hele geschiedenis aan machtsverhoudingen. Precies. Daarom is het denk ik wel anders. Er zijn denk ik genoeg homo's. Of wat voor kleurtjes van de smaak regenboog van genderfluïteit en seksuele fluïteit. Die dat wel vervelend vinden. Maar ik zelf ervaar ook met mijn vrienden dat een andere dynamiek is. Waarbij je gewoon, whatever. Ja, dat interesseert me niet zo heel erg. Ik word er niet... Ja, ik voel me er niet door aangevallen of zo. Of zo van... Oh, of geïntimideerd. Nee, heb ik ook niet op straat of zo. Weet je, dat gebeurt namelijk wel eens. Ook homo's doen dat wel onder elkaar ook bijvoorbeeld best wel expliciet. Wel echt staren en complimenteus zijn soms ook. Vooral als je in een homowijk of dat is best wel normaal. Want mannen onder elkaar zijn natuurlijk nog erger in die zin. Nee, niet erger, maar... Nou, het ligt wel aan wederzijds respect. Dat denk ik. Als iemand zegt, leuke lach heb je, vind ik het leuker... dan dat iemand zijn pik laat zien op straat. Dus. Ja, op straat is natuurlijk weer wat anders. Dat is natuurlijk nog... Ja, op straat is wel een ander verhaal. Ja, maar ik keur het echt niet goed... Maar het is anders. En ik denk dat dat wel met de machtsverhoudingen te maken heeft, inderdaad. Ja. Oké. Okay, toch nog een serieuze eindnoot? Daan, heb jij nog iets toe te voegen? Heb je genoten, Daan? Ik vond het heel leuk. Ja, ik was een beetje bang. Hè? Dit wordt de challenge-aflevering. En toen, volgens mij heb ik nog wel gezegd, we doen geen kaneel. Ja. Had ik nog voor de grap geroepen. En stond een hele bak kaneel op. Nee, ik vond het hartstikke leuk om mee te doen. En gezellig om jullie te kletsen en... Een goede mix van leuke uitdagingen, maar ook wel inhoudelijk over interessante dingen praten. Dus precies, ik vond het heel leuk om erbij te zijn. Ja, nou, mooi man. Wij willen jullie van harte bedanken voor jullie komst. Ja, en vergeet niet op te roepen nog eventjes. Want hallo, de longlist is daar voor de Podcast Awards. Dus je kan ook bij social podcast. Ja, wij houden niet van awards. Nee, maar we hebben echt een beetje een rare verhouding tot awards. Ook als we zijn recentelijk ook soms zelf voor dingetjes genomineerd. En het voelt heel raar dat we zelf een awardshow hebben of zo. Dus we hebben een beetje een rare relatie. Ja, maar ik vind dat deze podcast doet er wel toe. Ah, oh, wat lief van jou. Dankjewel. Nou, zet ons in. Nou, de best podcast award van BNR. Je kan gewoon googlen. De best podcast award. En dan kunnen ze nu kun je een longlist insturen. Dus gewoon de favoriet als je best podcast... Best social wil bijvoorbeeld. Ja. Vul je dat in? Ja, even eerlijk. We trekken onze neus er heus niet voor op, hoor. We zouden er hartstikke trots op zijn. Ja, dat vind ik ook. Ja, we zouden proosten met cinnamon. Ja, er werd ook trouwens gevraagd. Ik weet niet hoe jullie daar naar kijken. Maar er werd door Bram de Wijs gevraagd aan ons. Dat is een YouTuber en ook actief op Twitter. En die had gevraagd van waarom doen jullie eigenlijk geen... podcast-categorie bij de Best Social Awards. En toen zei ik, dat is geen social. Toen zei hij, dat is YouTube ook niet. Dus ik kreeg er best wel een leuke inhoudelijke discussie over. Dus vinden jullie dat podcast ook social is? Ik vind hoezo is YouTube niet social? Ja, omdat het uiteindelijk ook gewoon vooral zenden is. Hè. Ja, ben ik het niet mee eens. Nee, het is heel interactief in de comments. Super, sorry, nu verdedig ik niet helemaal zijn punt goed.
Het leek hem gewoon heel leuk, denk ik, dat wij ook. Hij denkt gewoon tv is YouTube misschien. Nee, ik vind podcast niet. Ik vind het niet social. Ik vind het ook niet social. We zouden wel natuurlijk podcast met het leukste social element kunnen doen. Weet je wat die heel leuk interactiviteit doet, maar dat maakt het nog steeds niet echt social. Mm. Het is natuurlijk. Nee, ja, het ik snap social aan is hoe iedereen logischwijs promoot via social. Ja. Ja. En hoe mensen interacteren. Ja, dus het zou meer het merk zijn wat het dan leuk promoot, dat we dat belonen, inderdaad. Ja. Wie heeft de interactiefste podcast? Ja. Dan ga je wel weer richting. Nee, social. Maar geef ons alsjeblieft op. We zullen er alles aan doen om te winnen. En het zou ons heel trots maken. Dus ga naar de Podcast Awards pagina van BNR. We willen iedereen bedanken. Toe bedankt. Jasper bedankt. Lonneke bedankt. Kaneel bedankt. Lonneke, ja. Volgers bedankt voor de challenges. Lonneke Vonneke. Volg ons op Facebook, de Best Social Podcast. Laat die iTunes reviews maar binnenkomen van 1 tot 5 sterren. Ik vind dat jij het ook heel goed hebt gedaan, dit. Ja. Ja, je was goed echt, niet doorheen gepraat. Door niemand. Heel beheerst. Heel beheerst. Heel beheerst. Ja, en als je vaker wil dat wij challenges doen of experimenten, hey, be our guest, hè, laat dat ons weten. Ik ga er misschien wel een paar insturen voor de volgende. Don't do this at home. Ik heb nog een branderig gevoel. En we gaan lekkere tosties maken, toch? Van al die overgebleven kaas. Laten we gaan, jongens. Ja, we gaan tosties bakken met marshmallows. Oké, doei. Doei.